Het personeel van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij accepteert geen politieke inmenging meer in het bedrijf. Dit zei Steven Samson, voorzitter van de Bond van Personeel SLM, vandaag op een spoedpersconferentie. Op de persconferentie is aangegeven waarom er onrust heerst onder het personeel van de SLM. Samson gaf aan dat in de afgelopen 10 jaren het bedrijf 6 directeuren heeft gehad. Dit heeft geleid tot mismanagement, waardoor het bedrijf nu in een slechte situatie verkeert. Dus wij als werknemers, wij maken geen beleid. Is de directie maakt beleid. Wij zijn slechts de uitvoerders van het beleid. Dus daarom zeggen wij zo min mogelijk politieke beïnvloeding. Wij zijn ook voorstander van een crisismanagementteam om de SLM uit het moeilijk vaarwater te halen. Toch? Crisismanagementteam, de eerste 6 maanden moeten ze dan verslag uitbrengen. Wij zijn ook voorstander dat wie ook daar komt zitten, luchtvaartkennis belangrijk is. Je moet affiniteit hebben met de luchtvaartsector. Je moet een goede manager zijn. Je moet over de benodigde skills beschikken. Je moet een goede track record hebben. Want we gaan niet zomaar iemand meer accepteren. Samson zei verder dat de salarissen van het personeel ook aangepast moeten worden. De medewerkers worden nog steeds uitbetaald op basis van een koers van 7 SAD en 52 cent. De bond wil dat er gewerkt wordt met de huidige koers van SAD 14,29. De hele economie is nu gebaseerd op die 14,29. Dus wij willen dat de koers ook aangepast wordt bij ons. Tot zover voorzitter Steven Samson van de Bond Personeel SLM. De bond heeft het vertrouwen in de directie opgezegd omdat die de afspraken niet is nagekomen.